Zoals jullie zien hebben we hier een fontein. En het is allemaal een en al brug dat daar aan het overgaan. Everybody's got to live together. Ja, een hele, hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Want ja, daar zijn jullie weer aanbeland. Het is vandaag zondag, de 4e van de 9e, 2022. En we leven om 12:37. Dus ja, we gaan er een feestje van maken vandaag. Althans, feestje. Maar in ieder geval, we gaan eerst zo even de meisjes uitlaten en daarna pak ik de booster en jullie gaan lekker gezellig mee. En dat is weer een markt, maar dat is iets heel anders. Dat is in het park tegenover het ziekenhuis. We noemen het al het Zutphenpark, we noemen het al het Timmelpark, want hij heeft het Zutphenpark geheten en dan schijnt het weer Timmelpark te heten. Ik zal proberen er eens even op te letten, maar ja, vroeger, heel vroeger, dat ik nog klein was, heette het Timmelpark. En op een gegeven moment stond er een andere naambord erbij en daar stond Churchillpark op. Dus ja, dan moet je dat weer aan wennen en dan zeg je iemand Churchillpark en dan is het weer Timmelpark. Ja, hallo, wat willen jullie nou, de Helderse gemeente? Schiet lekker op zo, hè? Maar ja, de gemeente is toch gek. Allemaal één pot nat, dat zootje. Ja. Ik las ook zoiets achterlijks bij Purmerend. Nou, zo'n mooi stadje, dorp, wat is het? Maar je kunt vanuit de trein zien, weet je. En dan gaan ze de hoge torenfletten erbij bouwen. Hallo, waar zijn ze mee bezig? Denk eens na. Doe je toch niet bij zo'n wijk. Maar ja, ik weet wat het is hoor. Er moeten huizen komen, zoveel mogelijk op elkaar. Ja, heel veel op elkaar. Dat het op Rotterdam, Amsterdam of nog erger Amerika gaat lijken. Want al die... Ze zijn het volk aan het wisselen. Dus ja, al dat volk moet erin. Ja, die immigranten, weet je wel. Maar ja, oké. Okay. Laten we daar maar over ophouden, want ik word daar zo kwaad om allemaal. Maar in ieder geval, wij gaan in ieder geval proberen te genieten. En dan neem ik jullie lekker gezellig in mee. Ja. Deze gaat sowieso mee. Mijn mobiel die is ook altijd mee. Dus ja, kan ik even niet met hem filmen. Dan pak ik mijn mobiel er wel weer bij. Ja, toch? Dus komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet ervan. En geniet ook gewoon met ons mee. Ja, lieve vrienden, zoals jullie zien zijn we al onderweg naar het Churchillpark. En dan gaan we natuurlijk heerlijk gezellig even snuipen. Ja, en we zien wel hoe en wat. Er rijden zelfs hier nog auto's, wat ik niet gewend ben. Maar ja, doet er niet toe. Het mag tegenwoordig allemaal, ja. En voorheen was dat niet zo, hè. Nee, ik moet dat nog steeds van wennen. Het was altijd een winkelstraat voor lopend publiek en geen auto's, ja. Voor zo laat en na zo laat. Dus ja, hoe en wat, ik weet het niet. Nee. Nou, hier hebben we onze favoriete snackbar. Ja. Dus ik ruim jullie zo meteen weer even op, zodat ik mijn handen aan het stuur kan doen. En dan jezen we er naartoe. Ja, en dan zien we wel weer hoe het ruilt en zeilt. En deze straat mogen ze ook wel opnieuw gaan bestraten, ja. Dat zou alles wat wezen. Dus ja, ik zou zeggen, geniet verder van de rit. Ik zet mijn booster even stil. En dan ruim ik jullie weer even op. Ik zou zeggen, tot later. Zoals jullie zien hebben we hier een fontein. En het is allemaal een en al brug dat daar aan het overgaan.
dat zien jullie denk ik zo wel. En daar gaan ze naartoe, die kan me kort. En dan komen ze daar weer vandaan. Dat zien jullie ook, allemaal marktraampjes. En dan verderop, helemaal verderop, nee, ook nog veel meer. Dus ja, we zullen zien voor wat voor rockmuziek. Dus we gaan het beleven. Everybody's got to live together, and all the people got to understand. So love your neighbor like you love your brother. Come on and join the band. And all you need is love and understanding. Ring the bell, let the people know. We're so happy and we're celebrating. Come on, let your feelings show. Love is all, love is all, love is all, can't you hear the call? Oh, love is all you need, love is all you need at the bottom of life, oh. Met hele lange oren. Ziet hij? Hele lange oren, de geit. Ik heb zeker heel lang. Van mijn heen. Is die grotere moeder? Ja, moeder. Wat heeft die lange oortjes? Nou, kom ik hier aangereden, wat vind ik staan? Een piano? Maar het is geen piano. Nee, het is een tapbar. Komt bier uit en er wordt ook nog echt getapt ook, hè? Ja, echt waar. Dus ja, dat is een leuk gezicht. Ik vind het wel komisch. Ik vind het wel wat hebben. Ik vind het leuk. Wel grappig. Heel leuk. Ja, er komt wel echt een bierauto. Echt waar. Geweldig. Zo, lieve vrienden, ik laat de markt achter me liggen. Dag eens. Ik hou het voor gezien, maar we gaan eventjes verder van huis weg. En dat is even naar Mary toe. En die maakt even een lekker bakje koffie voor me. Ja, dat komt helemaal goed. Ik zou zeggen, hou volgende moed.
En doe dat duimpje omhoog. Ja, ja. Dan komt alles goed. Ze zeggen tot straks. Wat grappig. Dan ging die ook draaien. Microfoontje, dit is een windkap. Ja. Die kan ik eraf halen, maar die laat ik er mooi op. Ja, anders hoor je alleen maar... Daarom. Dan moet je weer terug. Wat een ding, joh. Tof. Ja, die zijn een beetje gek. Maar die lucht, die spreekt boekdelen. Ja, 7 dagen onweer, zeg ik dan. Echt zo bizar donker. Echt bizar. Maar die is gek. Door het dolle heen. We zijn net thuis met z'n tweeën, met z'n drieën. Ik kan met z'n tweeën zeggen, maar het zijn met z'n drietjes. Ja. Yeah. Boefie? Je bent dik boefie. Jongen, nog een toe. Die kleine die is zo snel als water. Hé, Rijka? Rijka? Ja, je bent zo snel als water. Wat? Nog sneller zelfs. Wie zou jou nog bij kunnen houden? Ik niet. Klaar? Tjonge, toch gaan toe. Maar ja, in ieder geval, jullie weten, we zijn weer thuis. Ik ben met Mary geweest, weet ik veel. Ik zal jullie proberen weer even om te draaien. Dus ja, hoe moeten we het ook weer hebben? Dan moet ik wel even een knop ingedrukt houden. Zo. Dus ja, we zijn bij Mary geweest. Ik had ons Jaap was er ook in. Dat viel me niet zo, nee. Maar in ieder geval, we zijn dus naar het Zetselpark geweest, we zijn naar Mary geweest, we zijn naar de FOMAR geweest. Toen heb ik de boodschappen binnengebracht en een beetje opgeruimd en net de rest. Ik moet mijn vlogtas er nog uithalen en de jas er nog uithalen en mijn andere tas er nog uithalen. En dan kan ik die ook opruimen. Maar ik heb de eerste meisjes uitgelaten, want dat ging gewoon voor. Ja. Dus dan moet ik Karin straks nog bellen en ik moet nog een vlog in elkaar zien te zetten. Dus ik heb nog druk. Ja? Nou, ik zou zeggen, geniet van jullie avond. Zo, lieve vrienden, er is weer een tijd aangebroken dat we weer naar bedje toe gaan. De meisjes die zijn al uit geweest. Ik had er net even het zijn stoeven buiten, maar die gebruikten we nooit. Nee. We hadden ze toen ook al eens een keer bij het grofvuil gevonden, terwijl ze al nog heel waren. Ze zijn nog heel, maar niemand die ze wil. Nee, want het is allemaal van die langzetten, want als ze kopen, nou, daar heb ik ook het geld niet voor. Maar die twee stoelen gebruik ik ook niet, dus wat heb ik gedaan? Morgen wordt het plastic opgehaald, oftewel vandaag maandag. En ik heb mooi bij de lantaarnpaal neergezet, waar ook allemaal zakken aan hingen met plastic erin. Dus ja... Voor de eerlijke vinder, die mag het meenemen als die er verlet van hebt. En anders, ja, dag. Maar ik ben ze kwijt. 2 stoelen minder, 1 de schuur. Ja, die namen ook een hoop beslag in.
Dus, maar ik ben blij dat die in ieder geval de deur uit zijn. En we gaan nou lekker slapen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, gewoon wel rusten. Slaap lekker en hele mooie dromen gewenst. En ik hoop voor een ieder dat ze ooit eens een keer mogen uitkomen. En ja, we zien wel waar het schip strandt, waar we belanden, et cetera. Maar voor nu zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht.